Ja, het ziet er wel naar uit dat hij volgend seizoen in Italië gaat voetballen. Ja. En dat is onverwacht? Nou ja, goed, we houden uiteraard overal rekening mee. Het is altijd even de vraag wanneer de window op gang komt. En in ons geval is er één vertrokken nu, zoals het er naar uitziet. En gaan we zien wat de window nog verder gaat brengen. Ja, ik lees ook dat Casius dan de omgekeerde weg aflegt, de oud-Volendam-speler ook. Wat is daarvan waar? Nou, op dat moment, of op het moment dat we daar iets over kunnen zeggen, dan komen we als club daarover naar buiten. Ja, ik ken hem als een hele goede aanvallende rechtsback van Volendam, die menig assist en doelpunt maakte. Ja, ja, zo kennen wij hem ook. Past prima bij zit, denk ik dan. Dat denken wij ook. Ja, dus dat kan wel kloppen. Zou zomaar kunnen. De andere spelers waar interesse voor is, Max Huibers heeft natuurlijk het een en ander gezegd over Tijani Reinders. Ja, is dat spel ook op de wagen? Weet jij dat? Nou, niet dat ik weet. Ik heb uiteraard wel dagelijks veelvuldig contact met Max. Maar voor zover ik weet is er op dit moment nog helemaal niemand concreet bij ons aan de deur geweest voor Tij. Als die bedragen kloppen, als die miljoenen geboden worden, is het dan afscheid nemen van elkaar? Zit dat erin? Ik heb echt geen idee. Zoals je weet is Max degene die daarover gaat. En op het moment dat het die kant uit gaat, dan hoor ik dat vanzelf. Jij bent natuurlijk de trainer en er zijn natuurlijk meer spelers waar interesse voor is. Carlsen, Kerkes, jullie hebben zelf aangegeven, we willen niet meer zo'n transferzomer als 2 jaar geleden. Dat er 5, 6 sterkhouders weggaan. Dan gaat het natuurlijk al heel vroeg, heel snel en heel hard, denk ik dan. Ja, maar goed, dat is op dit moment alleen maar speculatie. Het is op dit moment zo goed als concreet dat Sam wel richting Italië gaat. En voor de rest zullen we het echt even af moeten wachten. En wat je zegt is terecht. We willen dat uiteraard wel met alles wat we hebben, dat proberen te voorkomen. Maar we gaan zien hoe de window gaat verlopen. Nou, één ding daar dan nog over. Wordt het dan op een gegeven moment ook een optelsom, weet je wel? Als 2, 3 spelers dan voor een mooi bedrag weggaan, dat dan de vierde dan eigenlijk als het ware pech heeft? Nou, wat ik zeg, dat zul je toch even aan Max moeten vragen. Hij weet heel duidelijk wat mijn wensen zijn. En uiteraard denkt hij zelf ook goed over de dingen na. Ja. Je gaat er dan niet voor liggen, bedoel ik dan? Nou, wij doen alles in overleg, wat het beste is voor de club en voor het team. En sommige dingen die gebeuren in zo'n window. En wat ik zeg, we zullen even af moeten wachten wat het gaat brengen.